En we hopen ook echt dat we een snelle doorbraak in de volgende zaak gaan hebben. Want er zijn echt duidelijke beelden van een man die met mensenlevens heeft gespeeld. Paniek in de vroege ochtend van zondag 16 oktober aan de burgemeester De Voogdlaan in Wilnis. Er is net een explosie geweest in een klein appartementencomplex. Het plafond ligt los, er is gebroken glas. Alle bewoners van de 4 woningen zijn hals over kop naar buiten gevlucht en mogen ook niet terug, zolang niet duidelijk is wat er is gebeurd en het weer veilig is. De klap is zo groot geweest dat er medewerkers van Defensie worden ingeschakeld om te kijken of er nog explosiegevaar dreigt. Al snel wordt meer duidelijk, want op een deurbelcamera van een van de bewoners is te zien dat deze man die nacht het complex inloopt. Hij lijkt de camera te zien, maar gaat gewoon door. We zien hem heel bewust bij de voordeur van een van de appartementen aan de gang gaan. Niet schrikken van de klap zo. Het hele trappenhuis is één vuurzee. Dit was vermoedelijk zo'n stuk plafond dat valt. De bewoner van het huis waar de man bezig was sliep en heeft geen idee wat er is gebeurd. Het vuur dooft dan wel snel. De rook trekt op. Ik keek naar het trappengat en ik zag grijze rook vanaf beneden komen. Ik rook een chemische lucht. Ik voelde mijn ogen en mijn keel prikken. Ik ben naar beneden gerend via de centrale trap, omdat ik slecht kon ademhalen. Toen ik buiten stond, ervaarde ik wat een enorme klap het geweest was. Ik hoorde een hoge piep in mijn oren. Ik voelde een enorme druk in mijn hoofd, die ik normaal gesproken ook niet voel. Dit is de verwoesting die is aangericht. De dader daar in Wilnis heeft een enorm risico genomen. Ja, het is dus 16 oktober gebeurd en ondanks de ontzettend duidelijke beelden is deze man dus nog niet aangehouden. En ook is niet duidelijk waarom hij dit heeft gedaan. In al die maanden onderzoek is helemaal niets gebleken van conflicten rond de bewoner. Mogelijk is hier sprake geweest zelfs van een vergissing qua locatie. Natuurlijk ook heel naar voor die bewoner en als een buur om niet te weten wat het motief was. Kortom. U bent nodig. Is er iemand die meer kan vertellen over deze man? De politie wil er graag met u verder over praten. Ook als u niet direct zijn naam weet, maar bijvoorbeeld ergens van herkent. Iets doorgeven kan trouwens ook vertrouwelijk bij het team Nationale Inlichtingen. Dan komt die man niet zelf te weten dat u heeft getipt. En voor iedereen die nog meer wil weten over al die manieren van tippen, we leggen dat uit op onze site.